En jullie gaan de fietsen controleren, hè? En wat houdt dat in dat jullie dat gaan doen? Wij gaan hier vandaag helpen bij deze organisatie, zeg maar, om het fietsexamen goed uit te voeren. En dat ze een goede fiets hebben en dat dat wordt gecontroleerd. Juist, en tot nu toe hebben jullie al een fiets gezien die niet goed is? Nee, tot nu toe nog niet. We zijn nog maar net begonnen. Ik denk dat er nu 2 of 3 fietsen doorheen zijn gegaan. Dus jij moet ook even helpen om te kijken of het allemaal lukt. Ja, klopt. Heel veel succes erbij. Dank u wel. Emma, jij doet vandaag mee met de verkeersproef. Weet je al een klein beetje wat het inhoudt? Ja. Ja, en wat dan? Fietsen en dan zorgen dat je het haalt of zo. Ja, aan de verkeersregels houden. En welke school zit jij? Almeloodse Montessori school. Juist. En ik heb gehoord dat jullie al een hele poos staan. Ja. Waren jullie bang dat je te laat kwam of zo? Ja, Chelsea wel. En Chelsea staat er ook bij. Chelsea, kan je een klein beetje naartoe buigen zodat jij iets kan zeggen? Ja. Hoe lijkt het jou om aan die verkeersproef deel te nemen? Denk je dat je dat gaat halen? Ja, ik denk het wel. Ik denk gewoon goed aan de verkeersregels houden en dan komt het wel goed. Ja, want moet jij vaak verder fietsen naar school? Ja, ik moet bijna elke dag naar school fietsen. Ja, je moet elke dag naar school, maar woon je ver van school? 20 minuutjes of een kwartiertje. Zo. Ja. Dus jij kent Almelo al een beetje? Ja. Maar heb jij niet eigen gewoontes dan? Ja, soms als ik geen zin heb om te stoppen, ga ik te rood. Maar ik geloof niet dat je dat vandaag moet gaan doen. Weer de verkeersproef. De kinderen van je school die staan hier al een hele poos. Ze hebben er wel zin in, geloof ik. Ja, die hadden we gezegd van kom zo snel mogelijk, want we zijn als eerste aan de beurt. Wat warm vandaag, dus dan zijn we zo snel mogelijk klaar, hoop ik. Ja, want ze zijn al wel gewend om veel te fietsen, begreep ik. Omdat ze van alle kanten uit Almelo naar die Montessori school komen. Wat denk je, gaan ze het halen vandaag? Ja, dat weet ik wel zeker. We hebben het natuurlijk wel vaker over gehad. We hebben het hele jaar hebben we verkeerslessen. We hebben vorige week vrijdag nog even de fietsen gecontroleerd op school. Dus ik verwacht eigenlijk helemaal geen problemen. Ja, want er is ook een speciale fietsenmaker aan dit hele project verbonden. En zijn jullie daar geweest of is dat weer een eigen fietsenmaker? Nee, wij hebben gewoon zelf het gecontroleerd met de leerkrachten. Dus jullie geloven erin? Wij geloven erin. Ik volste vertrouwen in de kinderen van onze school. Ja. Dankjewel en veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Thank you.